In het hart van het Noord-Hollandse schagen wordt een plein eindelijk een tastbaar symbool van herinnering en hoop. Het Tanja Groenplein zal niet alleen een eerbetoon zijn aan Tanja Groen, een jonge vrouw die al sinds 1993 vermist is, maar ook aan de onvermoeibare inzet van misdaadverslaggever Peter R. De Vries, wiens naam onlosmakelijk verbonden is met de zoektocht naar gerechtigheid voor Tanja. Tanja Groen, geboren en getogen in het pittoreske Schagen, vertrok na haar achttiende levensjaar naar Maastricht om daar haar academische dromen na te jagen. Haar verdwijning tijdens een introductieweek in 1993, na een avond bij studentenvereniging Circumflex, heeft een diepe kloof achtergelaten in de harten van velen, vooral in haar geboorteplaats. Peter R. de Vries, een icoon van de Nederlandse journalistiek, greep met vastberadenheid en vastberadenheid de zaak van Tanja Groen aan. Zijn toewijding aan het vinden van antwoorden, zelfs na zijn tragische overlijden, spreekt boekdelen over zijn onwrikbare geest en zijn onbaatzuchtige streven naar gerechtigheid. De gedenksteen die op het plein zal prijken, zal niet alleen een herinnering zijn aan de levens die verloren zijn gegaan, maar ook een baken van hoop voor de toekomst. Het zal een plek zijn waar mensen samenkomen, niet alleen om te herdenken, maar ook om de herinnering levend te houden en te blijven zoeken naar waarheid en rechtvaardigheid. Het initiatief van Peter R. de Vries om een crowdfunding op te zetten, met als doel het verzamelen van minstens 1 miljoen euro voor de Gouden Tip, illustreert de diepte van zijn betrokkenheid bij de zaak. Zijn vurige vastberadenheid om de waarheid boven water te krijgen, zelfs met gevaar voor eigen leven, is een inspiratie voor velen geweest. Hoewel honderden tips zijn binnengekomen bij de stichting van Peter R. de Vries, bleef de Gouden Tip tot op heden ongrijpbaar. Maar met de oprichting van het Tanja Groenplein en het gedenkteken hopen de inwoners van Schagen en de rest van Nederland dat de herinnering aan Tanja levend blijft en dat gerechtigheid uiteindelijk zal zegen vieren.